Yo mensen van Gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zit ik op mijn eigen server, play.bitcoinmc.nl. Join hem nu meteen. In deze video ga ik een paar factions hun base bezoeken. En het ziet er al best wel goed uit. Ik heb 3 factions hun base bezocht en het ziet er echt hartstikke goed uit. I don't know wie dat is. Hello there, Sniper Junior. Hij ziet het vast wel terug in de video. Maar anyway, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Drop dan zeker even een like en abonneer op mijn kanaal. En join ook zeker mijn server Discord en natuurlijk de server. En dan geniet van de clips. Oké, mensen, we zijn er bij de base van Trilly. Hij speelt nu ook op de server. Hij heeft een brons rank. Ga even uit Vanish. Yo, man. Yo. Jij bent solo of met wie zit jij? Ik zit nog met 1 iemand. Jason. Oh, met Jason. Okay. Hoe heet je faction? Super. Super. Oh ja. Ja, ik had nog geen upsign gemaakt. Dus. Oké. Zie je een duo faction? Ja. Super nice. En de Brewing. En hier de Soul Sand. En dan heb je hier gewoon een beetje decoratie achter iets. Dan kom je nice. Hier heb je ook kisten. Ik heb er niet heel veel. Oh, een beetje diamond zit er wel in. Ja, en hier zit heel veel in. Waar? Hier zo. Vol een miner cold set. Oh, dat is echt sick. Die had ik toevallig gekregen uit mijn gold keys. Gewoon een full set. Die spieren jullie ook veel of zijn die tappers? Wat doen jullie allemaal een beetje? Ja, we gaan veel PvP'en. Oh, nice. We hebben nog niet ge-PvP'd. Kijk, dan ik vind dat jij super goed op weg bent. Dus ik ga jou een kreet geven. Nice. Dus je krijgt een 1.0 kreet van mij. Oh, thanks. Wil je ook nog wat zeggen tegen de kijkers voordat ik naar de volgende base ga? Nee, niet echt. Subscribe op Gerlof. Als jullie horen het, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende base. Oké, jongens, we zitten bij de tweede base. Oh. Bij Brilliance en base. Nou, ik zou jongens, laat je beest zien. Nou, dit is de hele mooie bovenkant. Heel mooi, maar niet eens. Hier beneden is meer de betere stuff, maar... Waar als een 3-maal gestart oh, is. Oh shit, dit is wel veel. Waar als een 3-maal gestart is, in principe. Jullie doen dit allemaal met z'n drieën dus? Ja. Ja, ik heb Engels. Geen weet jullie faction? Milk. Wat? Milk heet wel. Milk. Oké. Okay. Als je wil inrennen, we hebben geen traps. Nou, kijk, je kan een beetje wat hebben van vals, maar... Oh, dit ziet er best wel goed uit. Ja, we hebben hier een skelly spawner, ook daar nog achter je staan. Nou, en portal, nether portal, spawner. Oh, jullie zijn best wel set-up. Hierachter is een farm, pots. Flame pearl zit er een beetje laag. Ik ben niet aan het farmen, dus. Nice, het ziet er goed uit. Ja, alleen ja, want we waren ze 3 man. We hebben gewoon even een beetje de claims hebben gewoon opgeblokt. We hoefden minder uit te minen, dus. We hebben het een beetje zo geregeld. Anders duurt het veel te lang. Wat is hier dat beneden? Je... Oh, hier is de upside. Nee, ja, dit is het. Dat is echt de rol. Jullie zijn volgens mij. Jullie zijn momenteel wel echt stacks die ik nu heb gezien. Ja, hier hebben we nog wat pearls. Ik heb nog meer. Mooie bard set en mashup claim. Je hebt een bard set. Nice. Nou ja, dat is een beetje. We zijn nog een beetje bezig met meer pearls aan het farmen. En een beetje upgraden. Nice, goed bezig. Ja, dankjewel. Jullie krijgen van mij 1 key. Oeh, oh. Want, iedereen die ik bij langs krijg, ga, die krijgt 1 1.0 kreeg. Even kijken. Zo. En wie kan ik hem geven? Mijn. Ja, geef maar aan hem hoor, maakt niet uit. Alsjeblieft. Dankjewel. Thanks. Nou, jongens, dan zie ik jullie bij de volgende base. Yep. Oké, mensen, we zijn bij de derde base. We zijn bij Julian, oftewel Fakapiri, de diamond rank op de server. Hallo. Hoe gaat het met jullie base? Nou, ik moet zeggen dat het met onze base goed gaat en met onze stuff ook wel, dus... toch? Waar gaan we naartoe? Oh, daar? Gaan even naar beneden, ja, want dat is alleen voor de ups. Oké. Okay. Daarvoor hebben we het gebouwd, zeg maar. Ja, hier een kleine chestroom. Het heeft wat hout nog extra voor de laatste chesten. Je hebt ook een skelly spawner, zo te zien.
62. Ja. Nice. En nou, hier nog wat chesten die we nog even op moeten ruimen. Oh ja. Oh, mooi wat pots. Ja. En dan hebben we hier onze brewer. En dan moet ik nog even de vloer en de muren een beetje goed maken. Nice. En dan hier... En portal. Zorg dat je niet ingaat. Ze kunnen trouwens in onze base hier. Oh ja. Ja, dat moeten we zo even maken. Oké. Ja, wat hebben we nog hier dan? Hier. Ja, dit is dus gewoon van onze dropdown. En dan hebben we... Hier... Onze trap komt hier op uit. Ja, die hebben we nu even dichtgebouwd, omdat we daar maar niet over hebben. en dan, ja, Milan, ik ben nog wat laten zien. Jij hebt een beetje gebouwd, dus... een beetje enchanting hier, moet ook nog even wat boekjes fixen en zo. Dus dat was het eigenlijk wel, niet veel speciaal. Alles een beetje nog afmaken. Nou, het is goed bezig. Jullie krijgen van mij één keer een 1.0 crate. Oeh, dat is geen slechte zaak. Ja, die krijgen gewoon iedereen waarbij ik langs ga. Aan wie kan ik hem geven? Geef maar mij. Oké. Okay. 1.0 crate is voor jou. Thanks, hou. Nou jongens, dit is dus de P van Fakapiri. De Diamond Rank op de server. Dus ja, tot de volgende keer.